Bakkerij Hilvers is nu officieel hofleverancier. Het predicaat wordt toegekend aan kleine en middelgrote bedrijven met een uitstekende reputatie. In 2017 diende de bakkerij na aanleiding van haar 250-jarig jubileum een aanvraag in. Hilvers voert nu het koninklijk wapen met de toevoeging bij koninklijke beschikking hofleverancier. Dit wapen hangt nu aan de gevel van de bakkerij aan de Blankenweg na de onthulling door burgemeester Marcouch. RTV Arnhem was bij de onthulling aanwezig en sprak met algemeen directeur Eike Hilvers, burgemeester Ahmed Marcouch en Alex van Hoof, directeur van Koninklijke Burgers Show. En vandaag een soort van bekroning op het werk door het hofleverancierschap wat de burgemeester heeft uitgereikt namens de koning. Dus dankbaarheid overheerst. We zijn heel blij dat we dit moment nog een keer met ons allen kunnen vieren. Wij vinden ook nog steeds, maar dat is natuurlijk ook praten voor eigen parochie, dat een bakker en brood een van de basismiddelen is waar de bevolking zich mee kan onderhouden. Het is niet heel duur, het is heel gezond, zeker vezels in volkorenbrood. Het blijft gewoon een product waar je elke dag met plezier van kan eten en wat je ook echt nodig hebt. Dat vinden we nog steeds, ondanks allerlei geluiden die er zijn. Dat brood niet zo gezond zou zijn. Wij denken en vinden dat brood nog steeds een basislevensbehoefte is. En we zijn heel blij dat we dat nog steeds elke dag vers kunnen maken hier. Ja, dat is wat een bakker doet, hè? Al die mensen voorzien van brood, dagelijkse brood. En al meer dan 250 jaar hofleverancier, een familiebedrijf in Arnhem. En daar zijn we natuurlijk in Arnhem heel erg trots op. En zeker als burgemeester. En ook zeker omdat bakker Hilvers niet alleen maar de mensen voorziet van brood. Maar ook bijvoorbeeld mensen die een beperking hebben, voorziet van werk. Dus mensen met beperking aan het werk helpt. Mensen die weinig hebben ook voorziet van brood. En ook heel veel initiatieven ondersteunt. Bijvoorbeeld Ome Joopstoer. Waarom is bakker Hilvers voor burgers Soe belangrijk? En heeft hij ook een lange traditie met hen? Nou, het is natuurlijk heel bijzonder dat een bedrijf 250 jaar of meer zelfs al bestaat. Bakkerij Hilvers heeft dat gehaald, dat is echt fantastisch. En voor ons park zijn ze ook heel belangrijk, want ze zijn al jarenlang leverancier bij ons. Zowel voor de bezoekers die komen, maar ook voor de dieren. Wij zijn een van hun oudste klanten, maar zij zijn ook een van ons, voor ons dierenpark, een van de oudste toeleveranciers. Ja, en dan krijg je toch een relatie met elkaar. En dat is mooi. Mooi dus om vandaag hier te zijn en mee te mogen vieren dat ze hofleveranciers zijn geworden. En ik vind het echt een hele mooie erkenning voor een organisatie die zoveel goed werk doet. Ook voor Arnhem en de Arnhemmers, maar natuurlijk ook veel Arnhemmers voedt. En dat is mooi. Maken ze ook een specifiek product voor u? Wij nemen van alles van ze af, maar wat natuurlijk heel mooi is, is dat we oud brood van ze afnemen. Dus brood wat niet meer verkocht kan worden, dat krijgen wij om aan de dieren te geven. Nou, dat is natuurlijk maatschappelijk ondernemen, van de bovenste plank. Dus daar doen we graag aan mee.